kijk naar de kookplaat. Dit is gewoon hoe we zijn. Ja, hoe wij dan echt bezig waren, zeg maar. Zo is het in het dagelijks leven, is het ook gewoon zo. Ja. Ik was ook niet echt bezig om met jou te communiceren of zo. Nee, ik doe gewoon beneden. Ik wil er zo vlug mogelijk uit. Ja. In vier handen op één buik laten jonge, aanstaande moeders zien hoe zij zich voorbereiden op de komst van hun kindje. Ze worden aangemoedigd door een bekende moeder die hen bijstaat tijdens hun zwangerschap, de bevalling en daarna. Samen doen zij er alles aan om het aankomende moederschap tot een succes te maken. De kleine JV is bijna 3 maanden oud. En Leona, Janice en José hebben voor een laatste keer afgesproken in het centrum van Eindhoven. Hoe is het, schat? Hoe is het? Ja, goed. Goed je weer te zien. Ja. Hoe is het met jullie? Leuk, ja. Goed. Ja? Goed. Ja. Ik zie jullie er stralend uit. Jullie horen een soort van... Uitgeslapen. Uitgeslapen. Hoe kan dat nou weer? Veel slaap na het werken. Ah. Ja. Hoe is het met JV? Ja, gaat goed. Ja? Ja, hij doet het echt supergoed. Oh. Alleen soms de nachten zijn nog wel... Hoort erbij. Ja, ze zeggen na 3 maanden wordt het makkelijker. En het wordt wel wat makkelijker, maar ook weer niet, zeg maar. Het is heel dubbel. Een nieuwe fase in. Ja. Ja. En hoe is het met de communicatie? Het gaat gewoon goed. Ja? Hij is lekker werken. Ik doe lekker met de baby, lekker een beetje. Dus maar we hebben gewoon meer ons eigen dingetje zeggen. We weten wat we altijd moeten doen. En juist daardoor gaat het goed met de communicatie? Ja, oh. Nee, maar dat is gewoon dat zo. Is echt. Ja, dat is echt. We zien elkaar bijna niet. Nou, daar heb ik iets op verzonnen. Want ik gun jullie gewoon ook elkaar wat meer contact. Dus dit wordt heel leuk. Loop even met me mee. Oké. Okay. Hier gaan we erin. Oh. Oké. Okay. Welkom, welkom. Kom maar in. Oh! Ja! Heb ik dit even goed geregeld? Oké. Okay. Dit is Marleen. Hallo. En, hoi, kinders. De reden waarom jullie hebben het al een beetje gezien, een escape room heb ik voor jullie geregeld. Omdat jullie eigenlijk een beetje grappend vertelden van nou ja, die communicatie, mohahaha. En dat is juist in deze tijd best... belangrijk. Nou ben ik geen communicatiecoach, maar Marleen wel. En ik dacht, we gooien jullie erin en wij gaan gewoon kijken. Wat jullie ervan bakken? We hebben echt een geheugen als een zeef. Dus en helemaal ook met die... Met die hormonen die jij... Ja. Nou, ik ga met jullie meekijken. En misschien dat ik wat tips en trucs kan geven aan jullie. Waar jullie weer mee verder kunnen. Oké. Okay. We komen er wel nog uit, hè? Dat moeten we wel. Absoluut. Precies. Dadelijk is het zo'n horror van Wallaby Fright Night. Wat moeten we nou doen? Oh, dit is echt niks voor ons. Wat moet je mee doen? Doe je niks. Wat moet je mee doen? Ja, dat weet ik niet wat je daarmee moet doen. Ja, je kunt hier gewoon een uur gaan zitten, maar... Zij legt het bijltje er snel bij neer. Hé. Hey. Oh, ja, hè. Zegt ze dan ook eerder. Oh, dat is het volgende probleem. Denk in probleem, inderdaad. Niet, we zijn al 1 stap verder. Ja. Maar nu hebben we het volgende probleem. Maar hij is nog steeds aan het... Hij zoekt verder. Ah, ja. Hij gaat verder. Oh, doen is irritant. Dat is goed, hè? Ze hebben er wel plezier in. Ja. Gelukkig. Ja. En ze zijn ook niet op elkaar aan het vitten. Nee. Ik merk dat ze ook steeds verspreid staan in de kamer. En er weinige samenspraak is. Ze doen alles apart. Te domme. Ja. Als er dan eentje vindt, dan sluit de ander aan. Maar wat zou dat kunnen betekenen voor mensen die net zo'n klein hummeltje hebben samen? En ze zijn ook niet heel langzaam. Ja, dat heeft natuurlijk wel invloed, hè? Want ze moeten elkaar juist samen vinden om die kleine iedere dag te verzorgen. Ja. En wat ik nu zie is... dat ze dat ieder apart waarschijnlijk zullen doen. Mm-hmm. En ik vraag me af hoe dan het overleg is over
Over hele praktische dingen ook. Ja. Ze doen alle twee, ze gaan. Ze gaan. Ja. En ik zou kijken, willen kijken hoe je dat met elkaar kunt gaan verbinden. Interessant om te zien dat op deze manier, ook al is er geen verbinding of al dat soort dingen, op zich gaat het prima. Ze doen het goed. Ja, ja. Ze doen het goed. Ja, maar ik denk, dit is ook de manier waarop ze het gewend zijn met elkaar. Ja. Zo gaan ze met elkaar om. Dit kennen ze, dit is het patroon. En het kan natuurlijk heel goed zijn dat ze daar allebei prima in voelen. Totdat er inderdaad een conflict komt of een belangenverschil. Ja. En dan zullen ze echt met elkaar in contact moeten gaan. Dat denken wij. Oh, ja. Jij kon het, hè? Jij kon het. Dan ben ik dat ding kwijt. Dit bedoel ik. Ja, ik kon nog niks. Communicatie. Ja, schat. Maar ze zei, communicatie. Blijkbaar missen dat dan toch wel een stukje. Ze benoemt het wel. Maar het is inderdaad mooi om te zien hoe die patronen werken. Ja. Totdat het niet meer werkt. Dat is het. Het zou fijn zijn als je dat voor kunt zijn, ja. Natuurlijk. Draai met de klok mee. Kijk naar de kookplaat. Dit is gewoon hoe we zijn. Ja, hoe wij dan echt bezig waren, zeg maar. Zo is het in het dagelijks leven, is het ook gewoon zo. Ja. Ik was ook niet echt bezig om met jou te communiceren of zo. Nee, ik doe gewoon beneden. Nee, ik wil er zo vlug mogelijk uit. Ja. Er gebeurt niks. Dat vond ik eng. Ja, er gebeurt niks. Wat? Ze zijn eruit. Ja. Knap van ze. Hé, ze hebben het samen gedaan. Ja! Ik ben helemaal gek. Oh my god. Het is gelukt. Ik ben helemaal... Ik ben super trots op jullie. Oh, dat is echt niks voor mij. Nee. Nou, jullie deden het hartstikke goed. Nou, vond je nou? Ik vond het echt helemaal... Ik ging voor het bij zitten, hoor. Sorry. Kom, we gaan even naar beneden. Dan kunnen we verder kletsen. Oh, het is echt niks voor mij. Ik durf of niet. Het is niet voor mij. Ja. Ik heb dat geen seconde gezien, man. Hè? Buitenlucht. Oh, vrijheid. Zo. Nou, echt. Oh, my god. Ik vind het wel echt fantastisch gedaan, toch? Jullie hebben het fantastisch gedaan. Toch? Echt heel knap. Ja, meestal laat ik hem dan ook wel de dingen doen, hoor. Ik zag dat jij heel erg het voortouw nam. En dat jij dan op een gegeven moment hebt van... Laat hem maar zoek het me lekker uit. Ik weet het niet, ik ga erbij zitten. Voor nu is dat natuurlijk... prima, maar er zijn natuurlijk momenten waarop dat niet kan. Nee. En dan is het wel goed om van tevoren af te spreken wat je in zo'n situatie gaat doen. Want anders ga je elkaar tegenkomen. En dan vooral vraag aan de ander hoe de ander zich voelt. Hoe de ander erover denkt. Dat je ook elkaar de ruimte... Daar vragen we nooit aan elkaar. Nee. Hoe voel je jezelf of zo? Nou, daar hebben we nooit aan elkaar gevraagd, toch? Nee. Zou dat een optie zijn? Ja, kan wel. Kan wel, ja. Maar ik ben niet zo'n prater. Nee, ik wel. Nee. Nee. Daar helpt de vraag, hoe voelt het voor jou? Of wat vind je ervan? Ja, dat helpt mij ook. Als er dan aan mij dan wordt gevraagd van jou, hoe voel je jezelf hierin? Of hoe denk jij er? Of dat je dan wel die open vragen stelt. Ja, dan. Je moet... En verwacht niet dat het in één keer lukt. Hè? Dat dus niet dat je, als het een keer niet gaat... dat je denkt, van, als hij wel, het haalt niks uit, toe maar, ik zeg niks meer. Want jullie hebben samen een kindje op te voeden. Ja. Hè? En soms dan denk je daar anders over met elkaar. Dat klopt, zeker. Hè? En dan kun je toch tot elkaar komen. Dus ik zou zeggen, probeer het. Ja. Gun jezelf deze kans. Ja. Ik heb enorm genoten van het hele traject. Ik vond het heel bijzonder. Ik vind het ook heel dapper dat iemand een vreemde eigenlijk zo'n fundamenteel kijkje in de keuken gunt. Ik hoop dat ik daarin ook iets heb kunnen bijdragen of heb kunnen geven. Ik heb er enorm genoten. Ja.